Hartelijk welkom mensen weer bij zijn boodschap in Daniel, hoofdstuk 9, het tweede deel. Het wordt steeds bijzonderder, want we hebben al een heel mooi gebed gehad natuurlijk van Daniel. Geweldig, en nu openbaart God hem dat mare-gezicht, dat bijzondere, kortere gezicht van 2300 avonden in morgens. Geweldig wat daar gebeurt. Laten we maar gaan kijken. Hoe bijzonder... God dat uitlegt. En daar moeten we ook een beetje hulp bij hebben, wij mensen. Want wij zien het natuurlijk niet. En Daniel zag alles. Dus wij moeten toch echt proberen dat ook te zien. Vandaar ook dat wij mensen hulp nodig hebben. En daar zijn we voor bij elkaar. Waarom een vervolg van Daniel 8 in Daniel 9? Daniel heeft in het gezicht, visioen zeggen we ook wel eens, van Daniel 8 vier belangrijke gezichten gezien. En dat waren... De eerste van de Ram, dit was van de Meden en Persen. Van de Geitenbok, dit was van Griekenland. Van de Kleine Horen, dit was heidens en pauselijke Rome. En de vierde, het tijdperk van de 2300 avonden en morgens. De eerste tot en met de derde werden volledig door hem verstaan, maar de vierde was voor hem niet duidelijk. Deze wordt echter in Daniel 9 uitgelegd. Het vierde doelt ook op de tijd van het einde. Vanaf de telpenbouw tot 1844 toe. En we kunnen wel stellen, het zijn dus als het ware vier deelgezichten. En het ene gezicht, daar weten wij juist in Daniel 8 op het eind. Daniel werd ziek en hij kon het bijna niet meer bevatten. En hij deed toch nog zijn werk voor de koning, zoals we hebben begrepen. Hij. Kwam zijn plichten wel na. Dat is ook bijzonder om dat weer te lezen. Maar nu komt de Engel weer bij. En nu gaan we eens kijken. Wat daar is gebeurd. Daar komt het gebed. En nu gaat God iets zeggen. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Zegt God door de Engel natuurlijk. Nu gaan we eerst de 70 weken uiteenzetten. We gaan nu per deel bestuderen wat God heeft bedoeld in zijn verlassingsplan. Hierbij is het noodzakelijk om de basiskennis van zijn boodschap in de profetie goed te beheersen. Deze vindt u in deel 4a plus b redding vanuit de hemel en deel 5a plus b het heiligdom. Voordat u verder gaat zou het goed zijn deze presentatie nog eens te herhalen. Want dan zult u veel meer kunnen begrijpen van de onderwerpen die nu worden behandeld. Want niet alles wordt herhaald tijdens de uiteenzetting van Daniel 9 natuurlijk. Maar er komen wel nieuwe punten bij. Het mag duidelijk zijn, als u natuurlijk die basiskennis niet hebt, dan is het wel verstandig om daar zeker die opstap nog een keer te doen. Het zijn maar vier presentaties, deel 4 en deel 5, uit zijn boodschap in de provincie en beginpresentaties... Maar het is absoluut belangrijk om die te hebben. En hebt u hem gezien? Is een geheugenopfrissing is absoluut niet slecht. Vooral als we de diepgang hier natuurlijk ingaan. En dat gaan we nu doen. Afgesneden van het volk en de heilige stad. We moeten goed beseffen dat in het jaar 34 na Christus, bij de kruisiging van Christus en de steniging van Stevanus God een einde maakte. Aan het eerste verbond waarin het letterlijk Israël een rol speelde. Maar nu gaat Christus verder met zijn gemeente in de vorm van de zeven laatste gemeenten in de geschiedenis. Dat weten wij openbaring 2 plus 3. Daarom staat er het volk en de Heilige Stad. Wij weten dat het volk volledig verstrooid is geworden over de gehele wereld. En de tempel in Jeruzalem is totaal vernietigd door het heidens Rome. Dat zijn dingen die moet hij voor zichzelf nu echt vast hebben gelegd. We spreken natuurlijk niet meer over het letterlijke Israël dat is geweest, maar hier spreekt Daniel dus nog heel duidelijk over het letterlijke Israël. En daardoor kunnen wij ook zien wat daar is gebeurd en hoe dat ook is afgesloten. En daar gaat het natuurlijk hier vooral over. Dan beginnen we natuurlijk bij de toelichting op de 70 weken. Het woordje bestemd is niet geheel correct vertaald. Dit zou moeten zijn afgesneden. Er is ook geen ander tijdperk waar deze 70 weken van afgesneden kunnen worden. Er bestaat dus een rechtstreeks natuurlijk verband, zo zou je dat kunnen zeggen. Het Hebreeuwse woordje voor bepaald in de NBG of bestemd. In de statenvertaling, is nettak. En betekent af te snijden. In figuurlijke zin te verdelen, te bepalen of te bevelen. En daar vindt u ook meer informatie in boeken over. Maar het gaat hier vooral om, let op, er is dus iets afgesneden. Hè? En wat is afgesneden? Dit gedeelte is afgesneden van de 2300 jaren. U ziet hier. Het verkleind afgebeeld. En als we dat gaan verstaan, een beetje gaan begrijpen, en dat is het belangrijkste al, we gaan natuurlijk eerst die 2300 jaren verdelen in grote stukken. Dus we hebben een stuk wat afgesneden is en een stuk wat overgebleven is, namelijk 1810 jaar, maar dat voert nu nog even te ver. Gaan we eens verder kijken, want wat is de voltooiing van de 490-jarige provincie? 70 weken, 7 keer 70 dagen. Is 490 dagen. Dat weten wij, is 490 jaar. Het dagjaarprincipe. principe. Hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? Bijzonder wat onze geliefde Heer Jezus zegt. God gaf zijn volk 490 jaar van vergiffenis. En om hun missie te voltooien. Over uw volk zegt de engel Gabriel, zoals je weet, over uw volk. Dus over. Die letterlijke Israëlite. En u weet dat de discipelen bij hem kwamen. En hoe vaak moet ik mijn naaste vergeven? Niet zeven maal, nee zeven maal. Zeventig maal zegt de Heer Jezus. En dat heeft God ook gedaan. Ook weer in deze tijdsberekening. Ziet u, vanaf de tempelbouw tot aan de steniging van Stefanus. En wat zien we daar? We pakken elke keer deze plaat van de 2300 avonds en morgens van Daniel 8 vers 14... Erbij, De bijbelsonderbouwing wordt ook in andere presentaties uiteengezet, dat weten wij. En laten we eens kijken. Afgesneden van de 2300 jaar. Dat is dit stuk vanaf 457 tot 34 na Christus. Dit is voor Christus en dat is na Christus. 70 weken zijn afgesneden. Nee, tak. 490 dagen is 490 jaar van de 2300 jaar. Daniel 8 vers 14 en 9 vers 24a en dan blijft er hier exact 1810 jaar over vanaf 34 na Christus. We zien dus heel duidelijk dat God ons iets heeft te vertellen. Let op die verbanden. We hebben telkens over die 2300 avonden en morgens, 2300 jaar zeggen we katt weg. En nu willen we dat met z'n allen onderzoeken, want Daniel 9, vers 24b. Het eerste heb ik in punten ingedeeld. Tot en met 7, zoals u ziet. Om de overtreding te sluiten. Dat is het eerste punt. Twee, en om de zonden te verzegelen. Drie, en om de ongerechtigheid te verzoenen. Vier, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Vijf, en om het gezicht, het gazon in dit geval. En zes, en den profeten te verzegelen. 7. En om de heiligheid der heiligheden te salven. In dit gedeelte vinden we 7 punten wat er na en tijdens deze 70 weken gebeurd zal zijn. Dus voltooid verleden tijd. De 70 afgesneden weken van de 2300 jaren. Dit willen we punt voor punt nagaan. Want dan zullen we zien dat God zijn verlossingsplan feilloos heeft laten opschrijven door Daniel. En hier staat nog een paar adviezen in over die, punt komma, die fouten in de NBG-vertaling. Maar we weten, wij gebruiken alleen maar de statenvertaling, want anders gaat alles mis, zoals je zult begrijpen. Blijf ik ook altijd zeggen: hou de statenvertaling aan. Nu eens kijken. Het eerste punt. Het eerste om de overtreding te sluiten. Dat hebben we net gelezen. Eerst, de overtreding zal voleindigd worden, te sluiten dus. Dat wil zeggen, het Joodse volk zou de maat van zijn overtreding volmaken door de verwerping en kruising van Jezus op Golgotha. De bevestiging hebben zij gegeven door Stefanus te stenigen, die de waarheid aan Gods volk bracht. En dat ziet u hier. Dit gedeelte is afgesneden, dat weten we, van de 2300 jaren en stopt bij de steniging van Stefanus. Let dus op, hè. En dat zullen we nu in het groot zien. Hier ziet u die steniging van Stefanus. En dan hebben we het over die 70 weken, 490 dagen, 490 jaar. En dan zien we afgesneden dat dit het punt is. De overtreding te sluiten. Dat is het eerste punt. En let op, dat is dus bij 34 na Christus. En niet bij Christus zijn kruisiging. Denken een hele hoop mensen wel. Maar hier zien we dus die twee keer drieënhalf jaar weer terugkomen. Heel bijzonder dat God dat heeft gedaan natuurlijk. Nog een tijdsperiode van drieënhalf jaar. Dat ze die uitstorting van de Heilige Geest kwam daar. En al die discipelen gingen aan het werk. Duizenden mensen werden bekeerd. Eerst 3000, later 5000. En dat evangelie ging over de gehele wereld heen natuurlijk. Hè. En daar hadden die fariseezen schriftelen een enorme hekel aan. En zo zal het weer gebeuren met de en tijdens en voor de luidroepen, let maar eens op. Dus hier leren we wat van. Neem elke keer weer die verbindingen met openbaring onze tijd. Dan gaan we naar het tweede punt. En om de zonden te verzegelen. De zonde zal afgesloten worden, ofwel het offeren voor de zonden zal eindigen. Dit geschiedde toen het grote offer op hoogte werd gebracht door Gods geliefde Zoon in onze geliefde heiland. Hierbij scheurde het voorhangsel, welke zich tussen het heilige en het heilige der heiligen bevond, in tweeën. En let op, van boven naar beneden. Dus dat konden geen mensen doen, alleen maar engelen. Het offeren stopte bij de kruising van Christus. En daarbij scheurde het voorhangsel in de tempel. En dat ziet u hier. Weer uitgebeeld natuurlijk. Hier ziet u dat plaatje van dat voorhangsel wat gescheurd werd tijdens de kruisiging van onze geliefde Heer. En dan zien we ook nog Lucas 13 vers 33 bij. Dat de Heer Jezus zelf zijn tijd heeft bepaald van 3,5 jaar. Dus we weten ook op het moment van Christus kruisiging gebeurde er iets. En toen scheurde dat voorhangsel. En waarom? Omdat die hele offerdienst natuurlijk stopte. En dat lezen we ook verder. Maar weet wel dat dat een heel belangrijk punt is geweest. Ook voor de Joden toen. Hè? Want dat heiligdom was heilig natuurlijk. En daar scheurt in één keer van boven naar beneden dat kleed. Het heilige en het heilige der heiligen was met elkaar verbonden. Daar kon je dus zo vanuit het heilige naar het heilige der heiligen kijken. En u weet, als iemand in het heilige der heiligen kwam, dan werd hij gedood. Dus we zien heel duidelijk dat God ons iets heeft te vertellen. En dan gaan we naar het derde punt. En om de ongerechtigheid te verzoenen. Dat is dus belangrijk. De ongerechtigheid zou verzoend worden. Dit gebeurde eveneens door de offerdood van Gods zoon. De dagelijkse offerdienst had zijn waarde verloren. En toch bleven de Joden nog brand in slachtoffers brengen. Totdat de tempel in Jeruzalem door de Romeinen in 70 na Christus werd verwoest. En let op, de Joden gingen door te bidden en te brandoffers brengen. Maar u begrijpt natuurlijk, daar zit ook een zinnenbeeld voor ons in. Een symbolisch zinnenbeeld. En wat is dat? Die genade deur gaat dicht bij de zonswet voor Gods kinderen in de Laodicea-gemeente. En u zult begrijpen, dan kunnen ze nog wel doorgaan en zeggen: van, Ja, het gaat allemaal wel goed, ik ben ook wel gered. Maar als ze dus niet, u begrijpt het, hun zonden allemaal afgelegd hebben en in alle oprechtheid hebben geleefd, hebben ze een groot probleem. Zonder dat ze er misschien erg in hebben. Want dat was bij de letterlijke Israëlieten ook zo. Let op, de verbindingen maken. Wat zien we? Geen brand en slachtoffers meer brengen. Dit zou een valse aanbidding zijn in verband met het grote offer Jezus Christus. En dan pakken we die grote platen weer bij. Hier ziet u weer hoe die brand- en slachtoffers werden gebracht voor de tempel. Geen brand- en slachtoffers meer brengen. Dat is dus het derde punt. Belangrijk, want onze geliefde Heere en Heiland Messias is gekruisigd in 31 na Christus. Dit zijn belangrijke punten. U zult begrijpen dat we hier heel veel van leren. En ook die heiligdomsleer nu heel duidelijk gaan bestuderen. Gaan we naar het vierde punt: en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Hier zien we dat er een eeuwige gerechtigheid aangebracht zou worden. Dit heeft Christus ons geopenbaard in zijn zondeloos leven als mens op de aarde. Waardoor Gods soevereiniteit weer volledig hersteld is voor het gehele universum. Want Lucifer was zijn naam, zoals je weet, voordat hij was gevallen in de hemelse gewesten, klaarde God aan dat Gods wet niet nodig was om een geheiligd leven in de hemelen te kunnen leiden. En dat was dus voor die grondlegging der wereld. Gods eeuwige soevereiniteit wordt hersteld. En daar gaat het om. Juist ook bij dit vierde punt. Maar nu klaagt Satan ons bij God aan dat een mens Gods wet niet kan houden. Maar God laat zien dat dit wel mogelijk is. Want de 144.000 zullen zonder vlek of rimpel worden bevonden. En u ziet ook, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En dat is dus gebeurd, hè? Gods eeuwige soevereiniteit wordt hersteld. Bij het vierde punt. En dan kunnen wij ook lezen na de tijd van nu toe, dat op dat moment ook er iets bij Gods kinderen gebeurt. Dus probeer telkens die verbanden te zien. Hè? Want op dat moment werd die eeuwige gerechtigheid aangebracht, zoals we hebben gelezen. En dat zijn dingen die moeten we heel goed gaan verstaan. Daardoor zien we ook precies dat. Alles betrekking heeft wat hier gebeurt, ook weer in ons leven. Juist bij die drie engelenboodschap. En dan gaan we naar het vijfde punt. En om het gezicht, dat gaan zo'n gezicht, het totale gezicht. Het gezicht, of anders gezegd, gezicht, de gezichten en visioenen die werden gegeven voor ons. om inzicht te krijgen in Gods verlossingsplan. en deze te openbaren, zoals de laatste gezichten van Daniel. en van Johannes van Patmos. Zeer belangrijk voor onze tijd zijn geworden. Juist door deze gezichten kunnen we verstaan wat Gods bedoeling is met Zijn oprechte kinderen. Dus wij moeten gewoon verstaan wat dat gezicht inhoudt: het gazon gezicht en dus nu het Marek gezicht. Om de visioenen en al de gezichten te doen verstaan. Het einde van de profetieën en de start van het geestelijk Israël. En wat houdt dat in? Dat er iets eindigt. Op dat moment. En er zal nogmaals iets eindigen. Uh, die gramschap eindigt ook, dat weet u. En dat is zo belangrijk om dat te weten. Als God eenmaal zijn gramschap uitgesproken heeft, een zevenvoudige vloek. Daar gaan we op verdieping nog veel dieper op in, natuurlijk, begrijpt u. Dan zullen wij moeten verstaan dat er nog een keer zo'n moment komt. Uh, en misschien nog wel eens een keer zo'n moment. En dat gebeurt er ook, want dat is absoluut gebeurd. Pakken we die grote totaalplaten weer even bij? Het einde van de profetieën en de start van het geestelijk Israël. Goed begrijpen, lieve mensen. 723 voor Christus en dat eindigt op 1798 na Christus. Eerste gramschap Gods, de verstrooiing. Wat dat wel genoemd? Gods verbond met zijn val. Dus hè. daar hebben we het over: de val van Noord-Israël. Dus die tien stammen. En we zien exact in het midden, 538, het Pausdom. En we zien dan het Pausdom de Wond in 1798. We zien dus ook die 1260 jaren van het pauselijke Rome. En dan zien we ook weer die 1260 jaren. Inclusief het Heinz Rome. Van 360 jaar. Is dus ook totaal 1260 jaar. Is dus 2520 dit gedeeld. En gedeeld door 2 exact 1260. En dan hebben we nog zo'n gramschap. En dat weten we van 677 tot 1844. De tweede gramschap gods, de verzameling, noemen ze dat ook wel. Val van Zuid-Israël of Juda. Wat zien we daarbij? Daar hebben we ook die tempelbouw in die tijd en de tempel gereed. De einde 70 weken, dat verbond. Dan hebben we die tempelvernietiging door die Romeinen, weten we. En daar hebben we dat belangrijke moment van het Marais -gezicht. Juist van die 2300 en morgens. En dat eindigt precies in 1844. Bij de eerste, tweede, derde engelenboodschap. En wat is daar zo bijzonder aan? Christus in het heilige. 1844. In het heilige der heiligen. Dat is bijzonder. En al die sterretjes is dat verbond weer hersteld. En dan trekken we even een lijn van 1798 na Christus. Na 1798 na Christus. Op die andere tijdsbalk. En wat zien we dan? Nou? Juist bij de derde decreet, totdat de tempel gereed is, de letterlijke tempel, en juist vanaf 1798, totdat die geestelijke tempel gereed is, 1844, vallen precies 46 jaar en hier ook 46 jaar bij de derde decreet en bij de derde engelboodschap. De giastische structuur in Gods Woord. Het verbond van het geestelijke Israël bekrachtigd in 1844 aan de Philadelphia gemeente, Laodizemsen later. Het verbond met Israël beëindigt en herstelt. Deze delen sluiten perfect aan op 1844. Geen toeval. U begrijpt, God heeft u en mij wat te vertellen. Dat dat letterlijke Israël absoluut gestopt is bij Judah, maar ook. Dat hebt u goed gezien. Dat Juda doorgaat in het Juda van het geestelijke Israël. Die lijn van die 2520. En dat zien we dus ook weer in openbaring terug. Want daar begint alles, zoals je begrijpt, weer met die stam van Juda bovenin. Leest u openbaring 7 nog maar eens door. Wat zien we dus? De 2300 morgen van Daniel 8 vers 14. Vanaf, adem en even... En tot de wederkomst. Om de visioenen en gezichten te verstaan. Het verlossingsplan. En u begrijpt: dit is natuurlijk nu bijna 6000 jaar geleden. En dit is het moment dat God straks met zijn geliefde kinderen. in het Nieuw Jeruzalem weer terugkomt op deze aarde. Maar dat is wel het verlossingsplan. En de gezichten die wij kunnen en mogen verstaan. En dat is absoluut belangrijk om. Ook Gods kinderen die juist in Babylon zitten, in de Chaducamene-kerken zitten, die allemaal zeggen: ja, maar het moet allemaal in Israël gebeuren. Ja, Jeruzalem wordt herbouwd. Nou, als de profeten over Jeruzalem spreken, dan spreken ze over het nieuwe Jeruzalem. En niet over dat oude Jeruzalem, dat letterlijke Jeruzalem. Dat is verwoest en dat blijft verwoest. Ja, er is nog wel een Jeruzalem, maar er komt geen tempel weer in. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus dit is heel belangrijk om voor u, Gods oprechte kinderen, die niet hier inzage in hebben, om hun dat heel duidelijk te laten verstaan. En dan kunt u ook zo'n DVD ook laten zien waar het allemaal om begonnen is. En God wil u en mij iets vertellen. Nog meer, want we hebben nog meer punten, zoals je weet. En dat is het zesde punt: En den profeet te verzegelen. De profeet te verzegelen heeft hier een bijzondere betekenis. Want we weten dat 80% van wat de profeten hebben geschreven voor onze tijd is geschreven. Maar ook dat deze allemaal in het Oude Testament staan. Let op. Hierdoor wordt duidelijk dat God zijn verlossingsplan al aan zijn eerste profeten duidelijk heeft gemaakt en heeft laten opschrijven. Dit werd bij de kruising en het einde van de 70 weken bevestigd. Dat weten wij allemaal. Alles is door de vroegere profeten bevestigd. Na deze 70 weken waarvan zij deel uitmaakten. De wet en de profeten moeten we verstaan. Absoluut. Dus niet alleen de wet, maar ook die profeten. En daar zijn we nu mee bezig. Wat zien we dus? De wet en de profeten en hier zien we de vertrapte wet van God. Om de wet en de profeten te verstaan. Juist in onze tijd van die zondagswet. En deze woorden staan daar niet voor niets. U zult toch met mij eens zijn dat als God zo vaak zegt om die wet en die profeten, daar gaat het om. Wij kunnen het ene niet loszien van het andere. Zoals de Heer Jezus vergezeld werd door Elia en door Mozes. Mozes was de wet en Elia de profeten. Zet u, wij moeten niet willen staan op alleen maar de wet of alleen maar de profeten. Een heleboel mensen zeggen: ja, wetischisme, wetischisme. Nou, dan zegt u dus tegen onze geliefde Heer Jezus dat die wetisch is. Nou, ik zou zijn zo uitspraak niet meer noemen als ik u was met wetischisme. Want u hebt een heel groot probleem in de hemel, dat begrijpt u. Maar als die wet van God niet in ons hart is, dan hebben wij echt een probleem. Want dan komen we de hemel niet in. Onthoud dat en begrijp dat. En zo ook met de profeten. Als we zeggen, ah, die profeten, kan niemand wat van begrijpen. Hebt u een probleem? Want dan weet u niet wat het ziel van God is en het merkteken van het beest is. En hoe moet u dan kiezen straks? Waar is dat op gefundeerd? Op gevoel, neemt u van mij aan, geloof is geen gevoel. Daar zijn we snel over uitgesproken. Dat bestaat niet hoor. Geloof is de zekerheid der dingen. Die men niet ziet, en toch in ons hoofd hebben, en lezen, en gaan begrijpen. Daar gaat het om. De is ook zo duidelijk daar allemaal in. Dus wat daar gaat, wij weten echt waar we het met z'n allen over hebben. Maar het is belangrijk voor jezelf dat vast te houden, om andere mensen daar ook op te wijzen. En dan krijg je het zevende punt. En om de heiligheid der heiligheden te salven. We zien dat de gebeurtenissen van de 70 weken de sleutel vormen tot het gehele gezicht. We spreken ik over het mare-gezicht. Het heilige der heiligen, het heiligste gedeelte van het hemelse heiligdom, moest gezalfd worden. Bij het bestuderen van dit onderwerp in Daniel 8, vers 14, zagen wij dat er een tijd kwam waarin het aardse heiligdom werd vervangen door het hemelse heiligdom. En dat daar de priesterdienst werd voortgezet. Voordat de dienst in het hemelse heiligdom kon beginnen, moest het heilige gerei gezalfd worden. En dat weten we. Leest u maar eens door. Het heilige der heiligen in het hemelse heiligdom. Wat zien we dus? Christus van het aardse heiligdom naar het hemelse heiligdom. Waarbij hij vervals gaat naar het heilige der heiligen in het hemelse heiligdom. Hemelse heiligdom. Dus eerst in 31 na Christus ging onze geliefde Heer naar het heilige deel in het heiligdom. En daarna in 1844 ging Hij van het heilige naar het heilige der heiligen. Ontzettend belangrijk, want dat is die heiligdomsleer die wij zo nadrukkelijk moeten kennen en kunnen verstaan en ook uit kunnen leggen. Hè? Verstaan en uit kunnen leggen. En nogmaals, dan kunt u sheets van het internet afhalen en u kunt de presentaties laten zien, maar wij moeten wel deze heiligdomsleer in ons hart dragen. En dan nog even de totaliteit ervan. Onderstaande punten zijn aan het einde van de 70 weken beëindigd. En dat is, zoals u weet, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen. ...en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen... ...en om het gezicht en de profeten te verzegelen... ...en om de heiligheid der heiligheden te salven. En als u deze tekst nu eens één een op één... ...een chiastische structuur vermaakt... ...met deze zeven punten erin... ...naar openbaring toe. Een prachtige, mooie opdracht. Dan nou zult u zien dat alles weer staat te gebeuren. Exact weer. Maar natuurlijk geen kruisiging van Christus... Dat mag duidelijk zijn. In die zal weer niet. Maar dan moet u eens kijken. Er is heel veel gaande. Juist in die tijd. Dus ik kan u alleen maar aanraden. Gaat u Bijbelonderzoek doen daarin. En wat zien we dan? 7. Christus werd gesalfd om het hemelse heiligdom te betreden. En ook te kunnen betreden. Dat is waar het om draait. Dat onze geliefde Heer, die moest hier eerst hier zijn werk doen op deze aarde. En toen naar de hemel toe. En was dat ook niet zo bij ons mensen? Moeten wij hier ook niet werk doen op deze aarde? Want willen onze geliefde Heer Jezus toch volgen? En dan moeten we dus ook zijn kruis opnemen. Oh, wat een geweldige verband hè? En dan pas kunnen we naar de hemel toe. Dat is wat God van ons verlangt. Want Hij was toch ons voorbeeld. En wij willen hem, onze geliefde Heiland, toch volgen? In alles? Waarom is deze heiligdomsleer zo belangrijk? Ik heb je al wat genoemd. De laatste gebeurtenissen van de 70 weken zijn zo belangrijk omdat ze betrekking hebben op de salving van Jezus. Voordat hij in de hemel de boekrollen in ontvangst kon nemen van zijn Vader, waardoor ook de zalving van het hemelse heiligdom. Zelf plaatsvond. De opening van de plaats in de hemelse rechtshoven. Dat weten wij. Zo brengt het eerste gedeelte van de 2300 jaren ons tot het begin van de dienst in de eerste afdeling van het hemelse heiligdom. Terwijl het einde van de 2300 jaren ons brengt tot aan het begin van de bediening in de tweede afdeling. Al wel het Heilige der Heiligen, heb ik u genoemd. Dus eerst het eerste deel en daarna het tweede deel. En deze plaat komt u nu natuurlijk veel beter voor. We zien hier het visioen van Johannes onder andere. En we kunnen dus ook wel stellen van Daniel. Het aardse heiligdom ziet u hier onderaf gebeeld. En wat zien we dan? Die doop van onze geliefde Heer Jezus. Die salving. Op 27 na Christus. En wat zien we dan? De 3,5 jaar Christus' werkzaamheden. Dat zien we ook hier tussenin. Van 27 na Christus tot 31 na Christus. En wat zien we dan? Onze geliefde Heer Jezus stijgt op de wolken ten hemel. En zo zal hij ook weer terugkomen. En wat zien we dan? Juist die zeven gemeenten. Het geestelijke Israël wordt gevormd. Met in bijzonder daar die einddaden van 1844, de einde van de gramschappen. Die in het bijzonder die ene, over Juda. En dan zien we ook onze geliefde Heer Jezus werkzaam in het heilige deel van het heiligdom in de hemel. En daarna in 1844 is onze geliefde Heer naar het heilige der heiligen deel gegaan. En we weten dat we nu vlak voor de wederkomst van onze geliefde Heer zijn. Dus u zult begrijpen, daar is nog wel wat gezegd door Daniel en door onze... Profeet Johannes, door Jezus zelf natuurlijk. En dat is iets dat moeten we niet onderschatten. Deze heiligdomsleer is heilig, het woord zegt het al. En daar moeten wij heel voorzichtig mee omgaan. Dat zijn kostbare waarheden, waardoor wij kunnen gaan verstaan dat we nu in die oordeelstijd leven. En juist die Laodizensen nu levend geoordeeld worden. En dat is nogal wat. Maar ook Gods kinderen die uit Babylon wegkomen, levend geoordeeld worden. op het moment als die zondagswet afgekondigd wordt. Probeer telkens weer naar die tijd te kijken en naar deze tijd. Want wat hebben wij geleerd? Onze geliefde heiland, onze Heere, Jezus Christus, is de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. En wij willen hem volgen. Dan zien wij ook dat wij op diezelfde manier onze geliefde Heer Jezus volgen. Natuurlijk, wij worden niet gekruisigd. Maar u weet, openbaring 20, vers 4, daar staan wel pijnlijke dingen in. Wel martelingen. En hoe en wat weten wij allemaal niet, maar zo is het wel. Er zal een groep zijn die God absoluut nog zal verheerlijken. Daar hoeven wij helemaal geen doekjes om te winnen, want dat staat in de Bijbel. En dat is wel de ware leer die wij heel goed. ...moeten begrijpen. En ook leren moeten gaan verstaan... ...dat Jezus wat van nu en van mij verlangt. Absoluut. En gaan we niet telkens denken... ...bij wie hoor ik? Dat bepaalt de Heer Jezus wel. Dat bepalen wij niet. Ik ook niet. Het enige wat ik wel mag weten... ...en wat wij allemaal moeten weten is... ...wij willen Gods woord leren... ...en wij willen ons voorbereiden. En we willen ook anderen... ...uit die charterturk meningsbeweging... ...voorbereiden. En ook die anderen... ...die nog in die Laodicea gemeente zitten... Voorbereiden op wat er komt. En dat gaat niet met zoete woordjes. Dat begrijpt u ook want Dan zeggen we gewoon hoe het ervoor staat. En de keuze is dan natuurlijk aan iedereen, hè. laten we wel zijn. Maar u begrijpt, die bazuin wordt gehoord. En die wordt nu ook gehoord. Dan luistert u naar. En dan nogmaals: dat wil niet zeggen dat ik een van de 144.000 ben. Want dat bepaalt onze geliefde Heere God. Onthoud dat en blijf dat ook zo voor uzelf zien, lieve mensen. En dan gaan we weer naar onze geliefde Heer toe, want wat vertelde Jezus zelf over zijn eigen zendingstijd? Dat is een herhaling. U kunt het nog weten. De zevende. Dit zei Jezus zes maanden, dat is dus een half jaar na zijn werkzaamheden. Terzelfde tijd kwamen enige Farizeeën en zeiden tot hem: Ga heen en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zeide tot hen: Gaat heen. En zegt die vos: Zie. Ik drijf Boze Geesten uit en ik volbreng genezingen. Heden, eerste. En morgen, tweede. En op de derde dag, derde, ben ik gereed. Dat is drie plus een half is drieënhalf jaar. Onze geliefde Heer Jezus vertelt ons zoveel. En dan mogen we ook heel veel door verstaan. Dat heeft ook vooral weer met die tijd van het einde te maken hoor. En nogmaals, dat staat niet in de Bijbel, ook niet in de Geestenproofie. Kan u beloven als u de Bijbel steeds beter gaat begrijpen dat u die verbanden absoluut ziet? En laten we weer eens naar vers 25b toe gaan. Weet dan en versta van de uitgang des Woords om te doen wederkeren, en dat is het achtste punt, om Jeruzalem te bouwen. Vanaf het eerste moment om Jeruzalem te bouwen is het eerste punt van herkenning. Waar de 2300 avonden en morgens of jaren beginnen. Dus waar ze starten. Deze tijdseenheid zetten we als eerste uit. Jeruzalem wordt herbouwd. En dat kunnen we allemaal weer terugvinden in Ezra en bij de tempelbouw. En u zult begrijpen, daar gaan we natuurlijk straks ook heel nadrukkelijk op in. Maar nou weet dat we eerst even een beginpunt hebben hè, van die 70 weken. En daar hebben we het nu over. En dan. Het begin van de 23 avonden en morgens is belangrijk, heel belangrijk. We krijgen hier als eerste een begindatum van God om het startpunt te bepalen van die 2300 jaren. Jeruzalem moest hersteld worden en daaronder zijn alle vormen van de burgerlijke, staatkundige en gerechtelijke staat begrepen. Moet je even onthouden, dat is een belangrijk punt. Wanneer ging een bevel uit? Want Jeruzalem lag toen volledig in puin, dat weten wij. Er zijn slechts vier gebeurtenissen die kunnen beantwoorden aan het bevel Jeruzalem te herstellen en op te bouwen. Deze decreten zijn voor ons heel belangrijk, want hierin vinden we de grondlijnen van de drie engelenboodschap van Openbaring 14 en 18. Daarom wordt hier uitvoerig op ingegaan. En in het bijzonder straks ook nog weer in die. Verdieping. Enorm belangrijk. Wat u daarin zult zien is ontzettend mooi. En daarom blijf ik ook zeggen, mensen. Hou er rekening mee wat God ons heeft te vertellen. In zijn onfeilbaar woord. En denk niet te veel. Ik snap het niet. Ik zal het wel niet begrijpen. Ik zal het misschien wel nooit begrijpen. Iedereen kan dit begrijpen. Want, nogmaals kijken naar dit plaatje. U ziet, ook een Johannes heeft dat gezicht gezien. Ook een Daniel kunnen we invullen, heeft dat gezicht gezien. En dat heeft alles te maken met het heiligdom. En hier ziet u al die mijlpalen staan. En die gaan we ook allemaal behandelen. En die hebben we ook al behandeld. En gaan we nu eens kijken, wanneer is dat startpunt echt begonnen? Het beginpunt. Wanneer werd begonnen met de wederopbouw van Jeruzalem? Hier werd opdracht toegegeven in 4:57 voor Christus door, Dus het achtste punt, Atasasta. Wat zien wij? In Estra 7:7. Zo trokken ook een aantal Israëlieten en priesters en Levieten en zangers en poortwachters en tempelhoorigen naar Jeruzalem. Dat is het negende punt. In het zevende jaar van koning Atasasta wij kunnen als geen ander exact nagaan wanneer dat startpunt is. En al helemaal als we weten dat er vier decreten uitgevaardigd zijn. Dan kunnen we ook exact zien bij welke. Want er was één hele bijzondere dat die soevereiniteit van Israël hersteld moest worden. En dat heeft natuurlijk met, vooral met rechtspraak te maken. Maar wij willen dat onderzoeken. Het eerste punt Eerste bevel. Laten we eens kijken. Het bevel van Chorus om het huis gods te herbouwen. 536 voor Christus. Ezra 1, vers 1 tot 4. Rekent men vanaf de eerste twee bevelen, dan rijken de 70 weken gezien als jarenweken, die in totaal 490 jaren tellen. Lang niet tot aan de christelijke jaartelling. Dus we moeten goed gaan lezen nu. Bovendien hadden deze bevelen hoofdzakelijk betrekking op de herbouw van de tempel en het herstel van de tempeldienst van de Joden. Niet op het herstel van de burgerlijke en staatskundige staat, dat eveneens besloten ligt in de uitdrukking om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Want dat stond daar om te doen wederkeren. En heel veel mensen zeggen, ja, daar begint het startpunt dan. Nou, daar begint het startpunt niet. Want het heeft dus vooral met die staatkundige staat te maken van Israël. Israël was alles kwijt, dat weet u. Ze hadden geen rechtspraak meer, uh, ze, ze waren helemaal verbannen. Uh, Jeruzalem lag in puin, ze hadden geen hoofdstad meer. En die paar Israëlieten, Joden, die achtergebleven waren, die waren gevlucht. Dus u zult begrijpen, daar waren ze al met al niet blij mee. En... Zij moesten dus ook al met al alles weer opnieuw opbouwen. En er werd eerst een algemeen decreet uitgevaardigd, een bevel van Chorus. En dat was in 536 voor Christus. Dus dat is niet 457, hè? let op uh, de terugtelling. Dus, daar is iets gebeurd. Wij zien dat dat jaren heeft geduurd voordat die rechtspraak echt ertoe geleid heeft dat die soevereiniteit van Israël weer hersteld was, dat er dus weer echt een land was, want wij weten wanneer hebben wij een land? Dat hebben we heel in het begin gehad, voor diegenen die dat nog weten. Er zijn drie voorwaarden om een land te hebben. En wat is dat? De eerste we moeten mensen hebben, we moeten erin wonen, ja toch? En er was nog iets heel belangrijks. Er moest een stad zijn, dat weten wij ook, dat was het tweede punt. En de derde, dat hebben we hier besproken, een staat rechtsstaat moet er zijn. En dat zullen we heel duidelijk uit de Bijbel zien. En dat is zo ontzettend belangrijk voor de vervolgstudie dat u heel nadrukkelijk dit vast moet houden. Want er zijn vier decreten geweest en ergens ook nog een vijfde, maar dat was een negatief decreet om het somber uit te drukken. Daar kom ik later ook nog eens op. Maar we zien heel duidelijk dat onze geliefde God de Vader ons iets heeft te vertellen. En dan willen we ook eens het tweede decreet nog eens pakken. Laten we eens kijken met z'n allen. Tweede, het bevel van Darius. Om dat werk voort te zetten. Dat verhinderd was geworden. En die is uitgevaardigd in 519 voor Christus. Esther 6, vers 1 tot 12. Dit bevel is alleen maar een voort te zetten bevel op het voorgaande. En kan als zodanig nooit als het bevel worden aangemerkt. Het bevelde dus, ze. Op zich waren alle twee bevelen onvolledig, voor zover de aard van het werk, alsmede de data, welke niet overeenkomen. Omdat deze twee eerste bevelen niet aan de provincie in worden, kunnen ze niet gezien worden als de aanvangstijd van de 70 weken. Dan nou zult u zeggen: Ja, dan blijft er nog maar één over. En dat is de derde. En die derde gaan we nu niet behandelen, want die behandelen we straks in het andere deel. Ik wil u alleen erop wijzen: zoek vooral die teksten in Ezra na. Want Ezra is een heel belangrijk boek, ook voor de vervolgstudie. Dus het doet er goed aan om heel Ezra te lezen. En dat is voor ons allemaal goed, want dan leren we ook van wat er toen is gebeurd. Want juist die tempelbouw is heel belangrijk voor onze tijd. Dan nou zult u zeggen, ja, dan komt u weer aan met die verdieping, want inderdaad, in die verdieping, daar zult u zien hoe belangrijk Esther is, voor onze tijd. Want die tempelbouw, wat daar is gebeurd, dat is al tot zes maal in de geschiedenis voorgekomen. Bij Mozes, bij Noach, bij Christus, bij uh, heel veel punten. Het gaat alleen om hoe beter u Ezra kent, die periode rondom die tempelbouw in de Hemel, alles wat er rondom af speelt, goed in uw geheugen hebt liggen, dan kunt u straks heel goed de verdieping begrijpen. En, want daar gaat het ons om, elke keer weer, ook heel goed begrijpen wat er in de tijd van het einde gebeurt. En dat wij heel goed gaan verstaan wat die. U weet het nog, die zeven donderslagen die wij niet konden begrijpen. Of, beter gezegd, die de Philadelphia gemeente niet goed konden begrijpen. Die gaan wij straks daardoor leren. Juist door dit punt bij de tempelbouw. Dus doe er alles aan. Dat is mijn absolute advies. Om exact te weten wat er bij die tempelbouw is gebeurd. En daar zit er heel veel diepgang in. Want wanneer zijn de fundamenten gelegd? Bij de tempelbouw. Dat speelt zich in bepaalde tijdsmoment af. Wanneer was de telpel klaar? Wanneer kregen ze dus ook het recht van spreken of die staatkundige rechtspraak? Ziet u? Als u dat gaat zien en begrijpen, dan snapt u ook direct de drie boodschap en ook de teleurstelling bij de Millerieten. En wat heb ik u beloofd? Wat kunnen wij? Dankzij Gods genade en zijn Heilige Geest, verstaan wat er in de tijd van het einde gebeurt. Want God is een God waarbij geen zweem van omkeer is. En God is immer altoos dezelfde. U kunt ze allemaal invullen. En wat hebben wij altijd gezegd? Onze geliefde Heer Jezus is de Alpha en Omega. Dus als u tijd over hebt, bestudeer. Als rondom die tempelbouw. En dan gaan wij straks in die verdieping ook Noach pakken. En Elia pakken. En uh, de tijd van Christus pakken. En nog veel meer. De tijd van Mozes pakken. Tjoe, jongen. Tijd van de Millerieten pakken. En hoe beter u dat dus weet, hoe makkelijker u het hebt straks. Maar we stoppen er eerst weer mee. We hebben dus nu twee decreten gehad. En we gaan straks verder met het derde decreet, zoals u weet. Graag zie ik u straks ook weer terug bij. De volgstudie van deel 3 van zijn boodschap in Daniel. En wel hoofdstuk 9, een bijzonder hoofdstuk. Graag, tot straks.